Hey guys, welcome back to my channel. So today I'm gonna show you guys how I got this makeup look, but I'm gonna have a little twist to it. So I'm actually going to explain it in Dutch. If you've been following me for a while, you know that I'm originally from the Netherlands and I moved to Canada 8 years ago. So at this point, my Dutch is on another level. Like, literally, it has gone downhill, okay? But I still speak it, but I didn't realize how hard it was to actually explain something, given the fact that I haven't spoken Dutch in the longest. Like, I usually speak it with my friend whenever they call me or whatever, but not a lot of my friends are checking up on me, so therefore, the Dutch is just going. Shout out to Eva, who always does. Anyways, so let's get right into this video. Like always, don't forget to comment, like, and subscribe, and I'll see you guys in my next video. Okay, so let's start this challenge. Okay, man, so this egg hit my... Wow. Hey. This is horrible. Okay, mensen. Ik heb dus mijn wenkbrauwen al getekend. Ja, getekend met mijn wenkbrauwen. Zijn het echt belachelijk. Guys, my Dutch is kinda gone. What the frick? It is. Let's start over. Okay, mensen. Dus ik ga beginnen met mijn gezicht. Ik heb mijn wenkbrauw al getekend. Want het duurt eerlijk gezegd gewoon het langste. Dus ik ben daarmee begonnen. Dus wat ik nu ga doen is, ik ga mijn gezicht primen. Dus wat ik gebruik voor mijn primer is mijn Smashbox. Hoe noem je dit? Photo Finish Foundation Primer. Dus ik gebruik dit. Dus ik creme mijn gezicht er gewoon mee. Ik wil hier even mijn gezicht ermee cremmen. Overal een beetje. Oké. En dan gaan we lekker beginnen met mijn foundation. Nou, als je naar mijn gezicht kijkt en mijn... How do you say chest? Mijn borst. Oeh, gosh. Zo, als je naar mijn borst kijkt, zie je echt dat ik hem een beetje opstaan vind. Dus zoals je ziet, is mijn borst heel licht en mijn gezicht is best wel donker. Dus wat ik probeer te doen is mijn foundation te matchen met mijn nek. Zodat het ongeveer hetzelfde kleur is. Als ik met de kleur van mijn gezicht ga, ben ik gewoon veel te donker en zie ik er een beetje raar uit. Dus ik probeer juist een beetje, zeg maar, mijn borstkleur te hebben. Want mijn handen, mijn voeten, alles is best wel lichter dan mijn gezicht. Ik weet niet waarom dat is gebeurd, maar dat is mijn leven. Dus ik ga jullie laten zien welke foundation ik gebruik. Dus voor mijn foundation gebruik ik twee verschillende kleuren. Ik gebruik de Morphe. En ik gebruik de Black Opal. Dus ik zet deze twee samen. Ze zijn beide best wel lichter dan mij. Maar het werkt wel voor mijn gezicht. Dus ik begin eerst met de Black Opal Stick. Wat ik dus doe, ik zet dit in de binnenkant van mijn gezicht. Dus onder mijn ogen. Bijna net als een highlighter. Dus onder mijn ogen. En... hier een beetje mijn neus. Zo, ik weet, ik zie er heel gek uit. Maar ja, zo werkt het voor mij, hè. Helaas. En dan wat ik dan doe, is ik gebruik dus dan de Morphe. En zet dat aan, zeg maar, de zijkant van mijn gezicht. I guess. Zo, hier een beetje. Hier een beetje. Een beetje mijn voorhoofd. Kruimetje hier. En dan blend ik het allemaal, hè. Dus dit breng ik wel helemaal naar mijn nek. Want dat werkt gewoon het beste voor mij. En dan gewoon heel rustig omhoog. Nou, dit is alleen de foundation. Dus zoals je kan zien, is het een beetje dichter bij mijn gezicht. De kleur. Is het de kleur of het kleur? Lord, I don't know. Het kleur. Dit is zo erg. Anyways, zoals je kan zien,
Mijn borst is nog steeds lichter. Het is best wel nog steeds een beetje donker. Maar het werkt wel. Dus nu dat ik klaar ben met dit, ga ik mijn concealer zetten. De concealer kleur dat ik gebruik is de Fenty Beauty in de 430. Even laten zien. Dus ik zet de Ik zet de Fenty Beauty dus onder mijn ogen en overal waar ik ga highlighten. Dus dit is dus mijn highlight. Dus dan ga ik het met mijn beauty blender, ga ik het blenden. Dit is echt erg. Oké. Ik begin altijd onder mijn ogen. Dus nu dat ik mijn concealer heb gezet, ga ik het zetten met mijn powder. En de powder dat ik nog steeds gebruik voor jaren. Ik gebruik gewoon dezelfde brush, want ik ben een beetje... Of een blender. Want ik ben gewoon een beetje lui. Dus ik zet dit onder mijn ogen en overal waar ik zeg maar die concealer heb gezet. Ben ik letterlijk de enige die een hele rotzooi maakt wanneer ik mijn Sasha Buttercup zet? Like, dit slaat echt nergens op. Mijn hele kleur is gewoon vies. Maar ja. En dat is het dan met die Sasha, hè? Dus nu dat ik op een clown lijk, haal ik altijd als eerst die van mijn mijn ooglid weg. En dan laat ik de rest nog eventjes. Maar ik haal van ooglid weg. Oh, wauw. Ooglid weg. En dan ga ik zeg maar mijn eyeshadow en weet ik veel wat allemaal doen. Want, ja. Ik zeg heel eerlijk, ik ben best wel slecht met oogschaduw. Dus ik doe altijd ongeveer hetzelfde. Dus wat ik gebruik is mijn highlighter eigenlijk. Dit is de Gold Deposit van MAC. En dan zet ik het gewoon op mijn vinger. Lekker op mijn vinger. En dan zet ik het op mijn ooglid, hè. Dus. En het is goudachtig, dus ik vind de kleur wel mooi. Passen met elke dag. Dus letterlijk gewoon die goud op je oog zetten. Hetzelfde voor de andere kant. En dan gebruik ik mijn poeder. Dit is mijn MAC poeder in volgens mij het kleur NW50. Ik weet niet meer zeker, ik heb het al heel lang. Dus daarmee ga ik gewoon even aan de zijkant een beetje erbij zetten. En dat is het letterlijk voor de oogschaduw, hoor, want ik kan niet veel. Helaas, ik moet nog even oefenen, hè. Dus dit is het enige wat ik doe met mijn ogen. En dan zet ik daarna dus mijn... Dus na mijn kleine oogschaduw gebeuren, gebruik ik dus mijn eyeliner. Is er een Nederlands een woord voor eyeliner? Ik weet niet zeker. Maar ik gebruik mijn eyeliner. Deze is liquid. Vochtig? Mensen, is dat vochtig? Of nat? Nat. Ja, ik denk nat. Anyways, ik gebruik mijn liquid eyeliner. Jeez. En dan zet ik dat even.
Sorry, mijn batterij was helaas uitgegaan. Maar ja, dus ik heb mijn nepwimpers gezet. Dus wat ik nu ga doen is ga even mijn blush zetten, mijn highlight en dan zijn we klaar. Dan zijn we eindelijk klaar met deze belachelijke challenge. Want mijn Nederland begint echt slecht. Mijn blush zetten. Ik weet niet eens welke als eerst komt. Kom blush eerst of kom highlight eerst? Ik weet niet hoor. Maar ik zet eerst mijn blush. Lach een beetje. Zo, dat brengt weer een beetje kleur in je gezicht. En dan laatste wat wij gaan zetten is de highlight. Dus nog steeds de golden deposit met mijn borstel. Dat is veel te veel. Dus eerst de brug van mijn neus. Zie je dat? Zie je dat? Anyways. En dan. Goud hoor. Zien jullie dat? Anke. Ik wil een beetje meer, laat maar een beetje glow vandaag. Er is. Zo, dat is dat. En dan mijn lippen. Mijn lippen zijn keidroog. Dus ik hou ervan wanneer mijn lippen een beetje neutraal zijn. Dus ik gebruik eerst mijn donkere lipstick. Ik gebruik dit als een lipliner. Dus... Leuk kleurtje toch? En dan gebruik ik een beetje van mijn clear lipgloss. En het laatste wat ik ga doen